Hallo en welkom bij een nieuwe Battle of TD Daimyo, de Heer of Belgium. En ik speel op Tranquil Streams een match tegen Ta voor de Dutch Dokusai Big Tournament. Het is de eerste battle van de drie en ik heb de map gekozen, dus ik ben de aanvaller. Ja, ik kies vooral deze map omdat ik niet met Kev speel en niet graag van die wijde open map zeg. En deze is juist zo'n map dat dat niet is. Dus ik ga eerst de legers overlopen. Twee tenant, nee, ene tenant vooraan, een Longyear Ishikaru Old Firm erachter. De flanken twee Naginatas, een Wako en twee Katanas, een Bulletproof, ook Old Firm. Nog wat twee attendants van achter, twee geüpgrade Yari Kaif en hier een Light Kaif verborgen. De dojos zijn de Archie aan deze kant, hier de workshop en de farmhouse. Daar is meer een Kaif-gerichte speler. Dus ja, hij heeft wat Mounted Samurai, dus hij heeft meer dan 5 kaif, maar deze is Range kaif, dus dat maakt. En hier ook een Mounted Samurai. En hij heeft nog Monk kaif, Warcry, een andere Monk kaif, Warcry en Old Firm. En hier had hij nog een Fire kaif, een Yari kaif, dacht ik. Ja, hier, Yari kaif. Ook wat upgrades en nog een firecap. Dus ja, voor de tenants vooraan en voor de rest Naginata Warrior Monks. Nog wat Monks, Katanas. En ja, 3 Katanas. En dan een Leadership Gem. Nee, een Melee Gem. Sorry. Dus ja, ik hou het range hem eigenlijk. Ik weet niet echt waar ik was aan het schieten. Blijkbaar op die antenne. Maar ja, hier krijg je dat dikke vol is op mijn Naginata Samurai. Maar ik vond niet erg als ik deze Naginata verloor, omdat ik in melee toch ging winnen. Maar ik hou gewoon van deze matchup af. Hier brengt mijn Light Cav ook en hier charged hij een paar mooie charges op mijn wakkers. En hier houdt één Naginata zijn rechterflank tegen. Krijgt ook een paar charges op mijn Cav. Counter charge blijkbaar niet. Maar ik heb er wel speren bij zitten. Hier ook heeft hij wat Cav tegen mijn attendants en swords. Maar ik heb nog een Bulletproof centraal die eigenlijk alles oplost. En hier houdt in Long Yari Ashigaru alles tegen. Spierwall. Dus hier houdt 3 katanas tegen. Dat is eigenlijk zonde van zijn unit. Hier win ik uiteindelijk van de matchlocks. De Kaif is hier aan het doodgaan. Hier wil hij van mijn Katana Samurai af. Maar dat lukt niet. Hier wint mijn Wako nog. En mijn Naginata heeft het ook niet slecht gedaan tegen zijn Monks. Dus hier heeft hij nog wat Mounted Samurai. Maar dat doet niet veel. En de reden waarom dat hij is gerouwd is omdat er een Light Cav in de rug kwam. Die ik nu in zijn gen heb gestoken, gecharged en ook in de Fight Cav. Dus hier breekt hij eindelijk door mijn Long Yari Ashigaru met zijn katanas. Maar ik heb dus heel veel schade gedaan. En nu is deze flank helemaal gewonnen. En hier heb ik een zijwaartse charge op de monks. En ik heb eigenlijk nog Kaif over ook.
Dus ja, mijn bulletproof heb ik ook nog helemaal over. Kan ik mijn cold firm geven aan mijn leger. En ja, dan is het juist nog opruimwerk. Dus een goed gevecht van Ta. Hij had deze kunnen winnen, hij had alleen zijn charge op mijn Long Yari Shigaru was niet zo slim. En zoals ik zei, is deze niet echt een map om veel kijf te gebruiken. En ja, ik wist dat hij veel kijf gebruikte. En ja, ik kon het goed afdekken met mijn speren. Bij elke kijf unit had ik speren. En voor de rest, mijn melee sterk genoeg om alles aan te kunnen van wat hij van swords en van zijn eigen melee unit stuurde. Dus mijn wakko's en Long Yari Shigaru en wat Naginatus hebben heel veel kills gehad. Mijn katana is niet zoveel, maar dat is vooral omdat die tegen kijf zaten te vechten ook, of strikt waren in de kijf. Ja, mijn kijf heeft bijna niks gedaan. Mijn light kijf heeft voor veel moraalschade bij hem gezorgd. Melee gen, 113 kills, valt me best mee. En als je ziet wat zijn kijf heeft gedaan met World Firm en al, konden ze niet zo goed gebruiken. Dus ja, goed gevecht van Taal, maar slimme keuze van map op mijn gebied zou ik zo zeggen. Dit was DDD Mia de Hero of Belgium en zie ik graag de volgende keer terug.